Deze week in Kast Topics: zonnepanelen op kassen, actualiteit in het energiedossier en digitalisering. In Etten-Leur brandde deze week een deel van een kas af, waar ook zonnepanelen op lagen. Ik wens die ondernemer echt sterkte toe. Deze brand voedt echter wel een discussie die we al langer kennen. En ons standpunt is dat zonnepanelen op kassen vergunningplichtig moeten worden. Dit om te voorkomen dat investeringsmaatschappijen vergunningsvrij zonnepanelen op leegstaande kassen leggen. Wij zien dat er marktpartijen onze leden benaderen om hun bedrijfsvoering te staken en hun kastdek beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. Ze bieden interessante huurinkomsten met looptijden van 15 tot soms al 30 jaar. En daardoor worden deze gronden langdurig en soms ook definitief onttrokken aan de glastuinbouw. En wordt de herstructurering echt belemmerd. Regulering via een vergunning bevordert gewenste ontwikkelingen van meervoudig ruimtegebruik. En stimuleert de innovatie en de verduurzaming van de glastuinbouwsector. Begin deze week hebben we weer een energiespreekuur georganiseerd. Aan bod kwamen onder andere de activiteiten en inzet van Glastuinbouw Nederland richting de overheid, wat betreft de SDE-problematiek en de impact van de wijziging van de energiebelasting. Het spreekuur is terug te kijken via onze website. Deze week kwam ook de ondernemersgroep Kas als Energiebron bij elkaar. Daar worden concrete onderzoeksvoorstellen besproken en van advies voorzien voor de financiers. In dit geval LNV of de stichting Kennis in je Kas. Bediscussieerd wordt welke onderwerpen van belang zijn en op basis daarvan wordt er een call uitgeschreven voor nieuwe projectideeën. En die moeten weer leiden tot interessante energieprojecten. Van belang is ook nog om te melden dat helaas de openstelling van de EG-regeling 2023 is vertraagd. Het ministerie van LNV werkt hard om de regeling zo snel mogelijk open te stellen. Vergeet ook niet om u aan te melden voor het energie-event op 7 juni. Dat kan via de website van Glastuinbouw Nederland en Kas als Energiebron. Tot slot aandacht voor digitalisering. Een ontwikkeling die niet te stoppen is en waar ook de glastuinbouw gericht aandacht aan moet besteden. En dat gebeurt ook al. Het digitaliseringsevent eerder deze maand is daar een passend voorbeeld van. Een initiatief vanuit Versnellen Groene Digitalisering in de Glastuinbouw. In dit project werkt een groot aantal partijen uit de tuinbouw samen aan het versnellen van de toepassing van digitalisering. Kijk voor meer informatie op onderstaande website.